Oké, like deze video in de volgende 2 seconden. Kan jij het? Dames en meisjes, welkom terug, want vandaag hebben we nieuws. Nieuws over meneer Brookhaven. Ja, we hebben meer nieuws over meneer Brookhaven en tenminste ook Madison, oké? Madison heeft namelijk een brief achtergelaten in Brookhaven in de nieuwe update. Dus dat betekent dat Madison nog steeds in Brookhaven is. Tenminste, ja, in de stad Brookhaven, oké? Dus ik bedoel, waar zou Madison dan zijn? Ik ga jullie vandaag vertellen waar deze blaadje te vinden is. En misschien wisten jullie het al, maar dit is best wel geheim. Ik heb het zelf niet gevonden en ik ben best wel hype voor dit, oké? Dus laten we dit gewoon gaan checken. Maar eerst moet ik jullie iets vertellen, want vandaag ben ik na gaan denken waarom deze nieuwe huis geen huis is. Ja, het is letterlijk geen huis, oké? Als we nou naar de nieuwe bunker gaan, bunker, fort, schuilplaats, ik heb geen idee wat het nog steeds is. Ik denk dat het een soort van schuilplaats is. En ja, daar kom ik zo meteen weer op terug. Maar laten we deze in gaan bouwen, oké? En dit is een van de nieuwe huizen die een rood randje heeft. En het rood randje betekent dat het verhaal verder gaat van meneer Brookhaven, van het bureau, van iedereen. En dat betekent dat we meer dingen kunnen vinden over het bureau en over meer dingen waar we nog niet over wisten, oké? Dus zoals je kunt zien is dit een hele fort. En het lijkt alsof het voorbereid werd voor een aanval of wat dan ook. Of ja, mensen gingen hierin verstoppen. Tenminste, schuilen. Ja, je ziet overal camera's. Tenminste, ja, op de grond. Ze zijn best wel verstopt, oké? Dus je moet best wel goed zoeken voor de camera's. Maar dit is een best wel beveiligde bunker. Je ziet een deur hier, een deur daar, een deur daar. En ja, geheime bunkers, een geheime kluis onder de grond hier zo. Als je dit nog niet wist, check dit dan. Best wel vet. Maar oké, laten we gewoon weer naar boven gaan. Oké, dan gaat deze luik open. Boom, dan zijn we buiten. Maar er is een nieuw geheim gevonden over meneer Brookhaven, oké? Een nieuw briefje. En als we hier naar beneden gaan, heb je hier zo'n soort van kleine ruimte waar ze mensen gingen helpen die gewond raakten of ja, ziek waren. Maar laten we hier naar boven gaan en dan zouden we hier 3 opties hebben. Dit is de bovenste en dan de onderste is een bunker. Dus hier slaapten mensen, ze schuilden voor een bepaald groep, oké? Maar laten we naar de laboratorium gaan. Bij de laboratorium moeten we gaan om deze briefje te vinden, oké? Ik weet niet of jullie hebben onderzoek gedaan, maar als je bij de laboratorium naar binnen gaat, dan ga je niet veel zien, oké? Je kijkt onder tafels, je kan niet echt veel vinden. Behalve, ja, allemaal testen dingen, laboratorium dingen, een skelet. Letterlijk een skelet. En allemaal proefdingen. Maar wat je dan hier moet doen om deze briefje te vinden, is best wel makkelijk, oké? Je pakt een slaapzak, oké? Je moet eerst een slaapzak pakken om deze briefje van Madison te vinden, oké? Madison heeft deze briefje geschreven. En we gaan zo meteen lezen wat erop staat. Maar oké, laten we... Wacht, waar is de slaapzak? Waar is hij? Oké, hij was helemaal bovenaan, toch? Even kijken. Ik kan hem niet vinden voor een of andere reden. Oké, hier is hij. Oké. Hier hebben we een slaapzak. Dan zouden we, als het goed is... Wacht eens even. Waar was het ook weer? Ik denk dat het hier was. Als we dan hier een slaapzak plaatsen... Kom op. Was het... Oh. Oké, ik zie hem. Dus als je nou hier een slaapzak plaatst, dan hebben we hier het nieuwe briefje van Brookhaven. Deze papiertje is achtergelaten in de nieuwe update. En deze is geschreven door Madison. En ja, natuurlijk staat deze brief in het Engels. Maar hopelijk kan ik even kijken wat hier allemaal op staat. En het allemaal vertalen. Oké, hier heb ik dus een betere foto van het papiertje, oké? En ik weet nu wat hierop staat, oké? Ik heb het vertaald. En wat hierop staat is... De kracht van het bureau is gegroeid. De meerderheid van de mensen is de waarheid vergeten en maakt nu deel uit van het bureau. Tot mijn ontsteltenis is Marcus een van die nummers en heeft hij zich bij de politie aangesloten. Er is een kleine sector die nog gelooft, maar wij zijn gemeden en zitten nu onderdoken. Madison. Oké, laten we beginnen bij het eerste stukje. En dat is dat heel veel mensen hebben de waarheid vergeten. Maar wat is de waarheid? En wat is nou... Wat is hiermee bedoeld? Want Madison is degene die het schrijft. En zij zegt dat iedereen de waarheid is verteld. En dat iedereen de... Ja...
bij het bureau aansluit. En bij de politie. En de politie hoort bij het bureau. En dat betekent dat mensen die hier aan het schuilen waren. En dat dus Madison is. Madison is letterlijk hier aan het schuilen. In deze fort. Voor de mensen die geloven in het bureau. En het bureau is natuurlijk slecht. Want het bureau zoekt naar meneer Brookhaven. En meneer Brookhaven is ontsnapt. Dus ze zoeken steeds naar meneer Brookhaven. En ze proberen iedereen te laten geloven dat meneer Brookhaven slecht is. En het bureau wil Brookhaven voor altijd veroveren. Maar Madison schreef in het stukje ook over Marcus. Maar wie is Marcus dan? Ik herinner me de naam. Was het nou de wachtwoord van het bureau? Als het goed is, was de wachtwoord van de bunker van het bureau, wanneer de bunker openging naar de kamer waar de stoelen ondersteboven waren. Ja, ik denk dat de wachtwoord is van die kamer. Maar wie is Marcus dan echt? Weten jullie misschien wie Marcus is? Ik zou het op dit moment niet weten. Maar ja, Marcus was dus een van de goede mensen. En nu is hij aangesloten bij het bureau. Dus ik weet niet wat we hier moeten. Oké, steeds weer mensen sluiten aan bij het bureau. En ik heb geen idee wat hier gebeurt. Oké, waar is meneer Brookhaven op dit moment? Maar Madison zit nu dus te schuilen of onderduiken in deze soort fort voor de mensen die geloven in het bureau. En ja, zoals je kunt zien, heeft ze best wel een goede verstopplek, oké? Ze hebben een hele laboratorium. Ze hebben heel veel, bunkers, kamers. Dus dat is best wel goed. Maar ik heb geen idee hoe dit verder gaat, oké? Waar is meneer Brookhaven en hoe kunnen we deze informatie bij elkaar halen om toe te komen dat meneer Brookhaven, ik weet niet waar. Misschien is Brookhaven aan het tijdreizen. Dat zou zomaar kunnen, want we hebben natuurlijk het portaal in de grot. Wisten jullie dat de portaal in de grot, daar heb ik ooit een video over gemaakt. Er is een grote portaal in de grot die je kan activeren. Maar in deze portaal kunnen we nog niet. En wat als meneer Brookhaven door dit portaal aan het tijdreizen is? En daarom hebben we meneer Brookhaven niet gezien. En daarom kan het bureau meneer Brookhaven niet vinden. En daarom is hij een soort van veilig. Want hij zit tijdreizen. En Madison zit dus briefjes voor hem achter te laten dat hij ze kan lezen. Maar wanneer zouden wij dan kunnen tijdreizen en deze portaal dan kunnen gebruiken in de grot? Ja, in deze grot kun je namelijk een portaal activeren. Ik heb daar al een video over gemaakt. Het is best wel moeilijk, oké? Je moet allemaal geheimen activeren en dan komt hier namelijk een hele portaal tevoorschijn, oké? Deze hele blok gaat weg en dan komt er een portaal. En wij zitten al heel lang te wachten. Of tenminste, we proberen uit te vinden hoe we deze portaal te kunnen activeren. Maar niemand in Brookhaven heeft het nog gedaan. Wat denken jullie? Waar is meneer Brookhaven? Waar is Madison? Tenminste, Madison weten we. Madison zit te onderduiken op dit moment in een fort. Maar waar is meneer Brookhaven? Ik bedoel, ik denk dat hij nu zit te tijdreizen. En ik denk dat ze natuurlijk zitten te verstoppen voor het bureau die heel Brookhaven probeert over te nemen. En wij wilden graag dat Brookhaven natuurlijk goed eindigt. Dat meneer Brookhaven eindelijk niet meer hoeft onder te duiken. En dat Madison eindelijk gewoon normaal kunnen leven. Laat me weten wat jij denkt. En hopelijk krijgen we in de volgende update nog iets beters te weten, oké? Tot de volgende keer.